NDP-fractieleider André Misikaba heeft gisteren in DNA de regering geadviseerd om de handelsovereenkomst met de Europese Unie, EU, niet te ratificeren. Misikaba is de permanente vertegenwoordiger van de Nationale Assemblée bij ACP-EU. Sinds 2008 probeert de EU een overeenkomst te sluiten met de ACP. Dat zijn de voormalige koloniën in Afrika, het Caribisch gebied en landen in de Stille Oceaan. Misikaba is fel tegen deze overeenkomst, omdat de ACP-landen er bekaaid vanaf zullen komen. In international trade spelen emoties geen rol. Er geldt slechts één ding. En dat is belang. Wat EU betreft ging het nooit om de ontwikkeling van de ACP-landen. Het ging altijd om de ontwikkeling van Europa. De voordelen waren voor Europese bedrijven in de koloniën bestemd. Toen na de onafhankelijkheid van de koloniën vele van die bedrijven uiteindelijk in handen kwamen van de nieuwe zelfstandige landen, zocht de EU naar manieren om de preferentiële regelingen te stoppen. De EU wilde geen eenzijdige handelsvoordelen meer voor de EU-markttoegang van goederen uit de ACP-landen, met als argument dat deze handelsvoordelen de export van goederen uit de ACP-landen toch niet had doen toenemen. Integendeel waren ACP-exporten naar de EU afgenomen. Waarbij de EU niet zei dat dat kwam door de toegenomen handelsregels, standaarden en vereisten van de EU. Ik ben bezig, voorzitter, te schetsen aan u waarom we een zwakke economische structuur hebben, voorzitter, en wat de problemen zijn binnen de internationale trade van Suriname. Besloten werd in 1996, onder wat ik noem georchestreerde druk van de WTO, dat de eenzijdige niet-wederkerige handelsvoordelen van de ACP-landen moesten worden vervangen door wederkerige handelsvoordelen en dat de ACP-landen hun markten moesten openstellen voor goederen en diensten in de EU. Misikaba gaf aan dat de EU-landen grondstoffen halen uit de ACP-landen. Deze grondstoffen worden verwerkt en weer verkocht aan dezelfde ACP-landen. Dit kan niet langer, zegt Misikaba. Tot op heden, november 2017, hebben slechts 14 van de 48 Afrikaanse ACP-landen een IPA met de EU en slechts 2 van de 15 Pacific ACP-landen, voorzitter. De IPA heeft niet geleid tot meer exporten naar de EU, maar wel tot meer importen uit de EU. De IPA van CARIFOR met de EU van 2008 tot heden, november 2017, heeft geresulteerd in een vermindering van exporten bij de departementele behandeling, kan ik al die cijfers aan u presenteren, heeft geresulteerd in een vermindering van exporten van CARIFORUM-landen naar de EU vanwege strenge EU-eisen en standaarden en geen diensten van CARIFORUM in EU vanwege visa- en opleidingsvereisten. Ik zei u eerder dat het de EU nimmer is geweest om de vooruitgang van de ex-koloniën. Men is vanaf 1957 bezig met de Afrikaanse landen en vanaf 1975 met de totale ACP. NDP-fractieleider André Misikaba. Hij heeft de regering geadviseerd om de handelsovereenkomst met de Europese Unie niet te ratificeren.